Apostel Steve Rijmen van de gemeente Logos is niet tevreden over de wijze waarop politiek wordt gevoerd in Suriname. Hij heeft daarom zijn eigen politieke partij, Alternatief 2020, oftewel A20, opgericht. Rijmen vindt dat politieke leiders vaak niet handelen volgens christelijke normen en waarden. Hij meent dat er hierin verandering moet komen. Opvallend is echter dat Rijmen zichzelf niet als politieke leider ziet. Ongeveer 5 jaar geleden begon men al te praten met mij. Mensen probeerden me in hun partij te brengen. En ik zag mezelf nooit als een politiek leider. Trouwens, ik zie mezelf niet eens als een politiek leider. Ik zie mezelf als een man die is opgestaan om te helpen Suriname te brengen naar grotere hoogte. En we gebruiken politiek als middel om dat te doen, omdat het volgens de wet ook niet anders kan. Maar die gedachte werd allang gebracht naar mij. En je luistert naar het aanbod, je luistert naar de dingen die men vraagt en de dingen die men zegt. En ik was niet overtuigd tot misschien 2 maanden geleden. Heb ik die overtuiging gehad, maar ik blijf altijd wel bidden. Heb ik die overtuiging gehad dat ik niet in een partij moet stappen. Maar als ik toch een bijdrage wil leveren, moet ik vanuit een andere optiek komen. En anders proberen dingen te doen. Een van de dingen die we niet willen hebben in deze partij is doen aan, patronagepolitiek. Waarbij de leden al denken dat ze misschien komen op ministersposten en dat soort dingen. Rijmen zegt verder dat zijn partij het verschil zal uitmaken wanneer het op campagnevoering gaat, door vanaf het begin te zeggen wat ze gaan doen. We gaan niet komen met lozen, maar reële beloften, benadrukt de voorzitter van A20. Mensen moeten niet verwachten dat als wij politieke macht krijgen, dat wij niet zullen saneren. We zullen saneren. Dus we gaan dingen doen, we gaan vooruit zeggen wat we willen doen. Zodat mensen begrijpen dat als je stemt voor ons, hebben we je geen loze belofte gegeven. We hebben je reële belofte gegeven. Niet alleen voor nu, maar ook voor de volgende generatie. De meeste mensen beloven dingen die ze niet eens waar zullen kunnen maken. Maar wanneer wij u zeggen dat wij komen om fundamentele dingen recht te trekken. Want ik zie onrecht dat geschied is de afgelopen generaties. Onrecht dat vandaag mensen 200 SRD moeten verdienen, moeten krijgen als gepensioneerden. Onrecht dat oma keihard gewerkt heeft, ergens een directeur was en vandaag moet zitten langs de winkel en popcorn moet verkopen. Dat is onrecht. Dat is dus apostel Steve Rijmen met wie onze nieuwsdienst heeft gesproken over zijn nieuwe politieke partij. De partij moet nog geproclameerd worden. Rijmen zegt dat president Desi Bouterse nog de toestemming moet geven daartoe. Op de vraag of hij gaat voor het presidentschap antwoordt Rijmen: als het moet, waarom niet?